soul, and bless God's holy name. Voor elkaar om het diefstal opgehangen te worden. Ik zie hem nog hangen. Mijn tweede man, Hendrik, die wilde er vandoor gaan met een wicht dat half zo oud was als hij zelf. Dus wat kon ik doen? Ik heb hem maar in tweeën gesneden. Maar toch, als ik nog een keer de kans krijg bij zo'n coole kerel, dan grijp ik die kans. Zover ik hier sta, het is wel 1340. Een vrouw kan in deze middeleeuwen maar beter een man hebben, juffrouw. Of u moet van plan zijn een nobele non te worden. De wet zegt dat er pas sprake kan zijn van een overeenkomst bij instemming van beide partijen. Ik ben hier in een partij, of diefstal, en ik stem niet in. Juffrouw Emma, als u niet trouwt met die ouwe... met die man, dan zal uw lieve moeder alles kwijtraken wat ze van uw vader zalig op je erf vindt. Hij heeft dan met zijn inhalige poten vanaf te blijven. Komt u weer uit de koets, dame. Gaat u maar daarin. Goed, meiden, we gaan ervoor. Hier mijn moeder. Mathilde. Hoe vaak moet ik nog zeggen dat mijn naam Marika is? Marika, wanneer drink dat eens door in die pingwinkop van jou? Wij zijn een contemplatieve orde die u het respect wil geven die deze abdis verdient. Ik vind het niet goed als ik dat respect niet mag tonen. Sint Veugelijn in Begonia. Sint Veugelijn? Ik heb nog nooit van die man gehoord. Oh, het is een zij. Een martelares? Nee. Ja. In feite kent men Sint Veugelijn ook wel als de vogelvrouw van Abracadabra. Oh, de vrouwen van Sint Veugelijn mogen niet met mannen praten. Oh, dan vraag ik me af wat ze wel met mannen mogen doen. Oh, wat een rare praat. Hoe lang doet zij al zo? Sinds vrijdagavond. Een lichtstraal die poeft haar. Poef? Wat betekent dat? Het is een soort geheimtaal. Als je het mij vraagt, is ze bezeten. Krusty, ik ruik wat. Volgens mij zijn je harten getaakt aan het aanbranden. Oh nee, niet mijn baasje! Ik eis dat die 1000 pond die jullie mij schuldig zijn, morgen om middernacht worden betaald. En anders kunnen jullie opstouten, ja? Heer Harix, ik heb echt nog nooit zoiets schokkends meegemaakt. Kom meiden, wij gaan naar de tuin. Er moet ook nog gewerkt worden. En heer Harix laat wij hier achter om te mediteren en te bieden voor zijn bidden voor zijn zielenheil. Als dat al niet te laat is. Ja, ik wil eigenlijk nog wel een paar dagen blijven, ja. Vanwege uw zielenheil? Nee, op om de raam op te midden. Ik wil nu op de lijnen hangen. Krijgen we een nieuwe gordijnen? Nick, er klopt hier iets niet. Er klopt hier gewoon iets niet. Ik weet nog niet helemaal wat, maar daar kom ik nog op achter. Nee, ik kan mijn vinger er nog niet op leggen, maar dat gaat. Wat ben jij nou aan het doen? De gordijnmaat aan het opmeten. Idioot! Maar u wilde toch de maat van de ramen weten? Ja, dat zei ik toch alleen maar om van die nonnen af te komen. Wat zoek je hier nou precies, Robert? Ja, ik voel me niet lekker over. Ja, je had met de reus ook niet zoveel bonen moeten eten. Nee, ik voel me niet goed over juffrouw Emma Lafontaine. Begin je weer over haar? Nou, daar heb ik wat aan, zo'n zus. Norbert, je bent een gewone kleermaker. En het is een dappere gewone.
kolenkleermaker, maar een hazelhart. Of wat zeg ik, een hazelhart? Je bent de allergrootste scheidlijster die ik ken. En zij is een echte dame. Ze trouwt met iemand van Broderick Harix. En je hebt zelfs een bruiloftsmantel voor hem gemaakt. Maar ze wil niet met hem trouwen. Ik weet dat hij het is. Soms, als ik beneden in de distillerij werk, dan hoor ik zelfs zijn stem. Heb je het over zijn benen? Ik heb hem zelfs een keer gezien. Hij draagt een mantel, hij is heel rijzig, maar hij heeft wel altijd een kap over zijn hoofd. Dus ik heb zijn gezicht eigenlijk nog nooit gezien. Zei hij ook wat? Ja, hij zegt blijf het goede doen. Dat is niet helemaal wat ik hem net hoorde zeggen. Blijf het goede doen. Oh! Hier stond hij. Hij was minstens 3 meter lang. En toen hij sprak, schudde de vloer. Oh, zijn ogen waren als gloeiende kolen. Oh, en zijn stralenglans was zo helder dat wij onze ogen moesten bedekken. Ja, we konden het amper zien. Oh. Weet je wat ik denk, meiden? Ja, dat zit me in een boodschap van ons heeft. Nee, dat er een steekje los zit bij jullie. Val ik uit elkaar? Ja, van ellende. Jullie zijn zo behoorlijk voor paal. Nee, hij stond achter die paal. Zusters, Sint-Mede geeft geen fluit om deze abdij. Anders had hij ons toch nog eens laten beroven door die heer Harix. Wees daar maar niet al te zeker van. Ja, daar is die. Ziet u nu wel, eerwaarde moeder? Nobert! Wat doe je nou toch allemaal? Ze denkt dat ik die geest van Sint-Mede ben. Jij? Een Heilige? Is dat zo raar dan? Heb ik ooit iets slechts gedaan? Norbert, je bent de allergrootste schijfboek ter wereld. Zoals van jij een schaduwschijfsfabriek. Maar daarna gaan we wel 5 dagen vasten. Tijd om de taken te verdelen. Ja, zuster Petronella en ik gaan naar het dorp om ons show aan te kondigen. Ja. Dat doe ik de catering. En ik ga nog meer medestoken. En ik doe de decors. Dus, zuster Hilda en Mirthe. Het lijkt erop alsof jullie op dit idee zijn gekomen. Dus zullen jullie het script moeten schrijven. Wat, het script schrijven? Maar dat is een hele hoop werk, waarde moeder. Ja, maar hoop doet leven. En dat werkt. En mijn naam is Marga. Zeg, wat deden we eigenlijk in de kelder? Ah, die waren nog gewoon een beetje rondsnuffelen. Zochten we iets speciaals? Ja. Norsels. Oh, ja. Norsels? Hoe zien die er ook alweer uit? Ja, dat weet ik niet, want ik heb er nog niet in gevonden. Zal ik u helpen? Weet u, deze mede, die heeft mij mede aangemoedigd. Het heeft mij mede het gevoel gegeven dat ik boven alles sta. Ik ben de heer van meester. Norbert, we moeten nu de mantel aan Roderick Harix geven, anders is alles voor mij verloren. Ja, en ben jij je eerst betaalde opdracht in maanden kwijt? Ja, maar die Roderick Harix, die heeft helemaal geen mantel nodig. Waarom niet? Omdat hij gaat trouwen. Trouwt? Nee, ik ga met de liefste lieveling, de jubelende juffrouw Emma, trouwen. Jij? Een gewone kleermaker? Waarom lach jij nou? Norbert, zij is een echte dame en jij bent een gewone burger. En dames die trouwen niet met burgers. Ze praten niet eens tegen burgers. Nou, dan wordt het tijd dat we daar veranderingen brengen. Ik kom nog eens op. Echt, we moeten iets doen. Hij kan alles voor Emma verpesten. Genade, edele heer, u steekt het mond toch niet neer? Neemt u mij niet kwalijk, zuster. Onze Pimpse monster. 1000 maal excuses, zuster. Ik kan het u vergeven op 1 voorwaarde. U zegt het maar, zuster. Die ene jonge man, dat is toch uw begripvolle bediende, nietwaar?
Miek? Ja, Miek. En omdat hij zo'n vriendelijke jonge man is, wil ik dat u hem 50 gouden stukken geeft en 2 weken vrolijke vakantie. Zoals u wilt, zuster. Maar wacht eens even. Toch wel een goede vermomming, hè, baas? 50 gouden stukken en 2 weken vrolijke vakantie, maar helemaal niks doen. Ja, veel te proberen. Quitolis peccata, quitolis peccata mundi. Miserere, miserere, miserere nobis. Zeg, zuster Daphne. Ja? Weet je wat een olifant is? Tuurlijk, eerwaarde moeder. Dat is zo'n heel groot grijs beest met van die grote oren en een slurf tot aan de grond. En platvoeten. Ja, en die platvoeten die komen goed van pas, want ze zijn bang voor muizen. Ja, maar gelukkig houden ze wel van gestampte muisjes. De broccoli en de groene peper. Ik zie hier ook nog olijven, maar die hebben verder niet getekend. Zuster Crustacea, ik had gevraagd om een pizza zonder olijven. Oh ja. Ze lijken wel verliefd. Oh, maar dat zijn we ook, zuster Daphne.